Hey, ik ben vandaag in Den Haag om mensen te interviewen over hun goede voornemens voor 2013. Wat zijn uw goede voornemens voor 2013? Dat durf ik eigenlijk nog niet te zeggen. Dat ik gezond mag blijven, dat vind ik heel belangrijk. Eigenlijk niet, nee. Het is heel slecht, maar ik heb ze niet, nee. Nee, ik heb net een nieuwe baan en een leuke vriendin, dus alles gaat goed. Voor de kinderen, dat ze nummer 1 aan hun ouders denken. Aan hun moeder, vader, oma. Dat ze, want vader en moeder heb je maar 1. Goede voornemens elke dag. Ja, zoals? Gewoon dat we lekker gelukkig zijn samen, meer niet. Ja, actually. I want to make my company finally succeed. And that's all. I do want to have a baby too. Afvallen en heel veel geld verdienen. Ja, beter op mijn gezondheid letten. Minder bezuinigingen. Minder bezuinigen? Ja. Dat wil je zelf ook minder doen? Ja, proberen. Minder bezuinigen. Met iets, ik weet niet. Jij bevraagt veel mensen deze dag. Heb je zelf ook nog goede voornemens voor 2013? UNICEF steunen, heb ik, maar dat doe ik al, maar daar blijft het ook bij. Wat nog meer? Mijn diploma halen. Well, I'm not sure, but I may proceed my university. So. Ja, dat het een heel mooi jaar gaat worden. Een nieuw bewustzijn, hè? Wat voor bewustzijn? Een hoger bewustzijn. Ja? Ja, meer spiritueel. Als ik met al mijn vrienden meer contact mee op te nemen. Hallo, mag ik u iets vragen? Heeft u nog goede voornemens voor 2013? Liever niet? Nee. Nou, niet echt, nee. Niet 1, 2, 3. Nee. Nee, helemaal niet. Nee? Nee. Dit jaar niet? Dit jaar niet, volgend jaar misschien. Hey, vuurwerk afsteken? Weet je niet, hè? Nee. Mijn goede voornemens? Geen idee eigenlijk. Geen goede voornemens nemen, denk ik. Nee. Wel het beste is er voor jou? Nou, ik weet niet. Ik zei afvallen, sporten en gezonder eten. En meer met mijn gezin zijn. Ja, I would like to do some studies. And do more on developing and helping others. Ja, heb ik. Zou die mogen weten? Oké, bedankt. Stoppen met roken sowieso. En heel lief zijn voor iedereen die in mijn naaste omgeving.